Dinsdag was het nationale buitenlesdag. Maar basisschool In de Mannen uit Veendam gaat wekelijks naar buiten. Zij helpen dan namelijk in hun eigen moestuin. En dat is een heel proces. Iedere dinsdag vanaf april tot en met augustus zijn we bezig om de kinderen het plezier te laten zien van tuinieren. Ze hebben allemaal een eigen tuintje en we hebben er zelf plezier in. Alleen al om uit te moeten leggen wat een wortel aan de bovenkant of de onderkant is. Wat stop je in je mond en welke groenten moet je koken en welke kan je zo als salade eten bijvoorbeeld. Volgens Klungel is het dan ook de bedoeling dat de kinderen voor de zomervakantie al kunnen oogsten. Elke week wordt er opnieuw een groente geplant of gestekt of in ieder geval iedere week weer. En dan is de hoop dat we voordat ze met vakantie gaan, de zomervakantie aanbreekt, dat er dan al geoogst kan worden. Dat ze al zien wat hebben we gezaaid en wat komt daarop, wat kunnen we daarvan eten. En dat is altijd ja, een feest. Want de kinderen mogen dan ook een tasje meenemen, gaan mee naar school. En ik geloof dat er op school dan iets mee gedaan wordt, gekookt. En met dit mooie weer gaan de stappen in de moestuin erg snel. We beginnen inderdaad met de tuin zover klaarmaken. Dat die aan de ene kant wordt het dus gegraven. En dan laten we de kinderen ook meehelpen compost erop te maken in het begin van het jaar. En dit is de tweede dinsdag en nu zijn we al begonnen met zaaien. Zaaien van het worteltje, spinazie zit er geloof ik in, uitjes heb ik gezien. Allemaal mooie breintjes wat dat gezet. Helemaal uitgemeten, zodat de kinderen ook een beetje educatie, een beetje toch van hoe maak je een rijtje. We hebben stokken waar een touw tussen zit. En dat leidt hun dan om een rechte lijn te krijgen. En uiteindelijk wordt elk kind blij van de moestuinles van Klungel en haar helpers. Nou, en we merken dat enthousiast. Ze zijn allemaal enthousiast.